Piet de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam, Abiant, Boerderijwinkel Dallinga en John Breider Landbouwmechanisatie. Dit is de Geitenboulevard in Sellingen. En Heinie Alting en zijn familie die hebben hier 1500 geiten en 100 bokken. En een heel open bedrijf, iedereen kan er komen kijken. En wij gaan dat vandaag ook even doen. Gezellig. Kom, is de baas er ook? Is de baas er ook? Nee, doe maar niets. Ja, allemaal gezellig. Waar is de baas dan? Waar is de baas? Kom, gaan we naar de baas. Mooi, ik kom voor Heinie. Nee, zoon van. Oh, doe bent zoon van Heinie. Ja, klopt. Je doet samen pa, hè? Ja, klopt. Goh, wat leuk. Oh. Ja, pas op. Livon, ja. Hele Livon. Nu daar heb wel. Je ook niks aan. Nu nog wel. Ja, nu nog wel. Als je weg wil, dan is het wel. Ja, als je komt er wel op, maar niet eraf. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Waarom zouden ze dat doen? Ik weet het niet. Ja, nou is het ook wel, ik ben ook wel een hele gezellige kerel. Kapitaalbewaking. Oh, kapitaalbewaking. Ja. Ga jij mij rondleiden? Nee, mijn vader. Oh, waar is hij dan? Achterop. Achterop? Ja. Oh. Klinkt wel wat anders, hè? Ja, kijk. Hoe oud ben jij? Ik ben 28. Jonge vent nog. Ja, zeker. Draai je al lang mee? Ik denk dat ik 6 jaar, 5, 6 jaar op bedrijf, hè. Leuk? Ja, heel leuk. Toekomst, hè? Wat is ja, toekomst? Voor jou? Mijn toekomst, ja. Ja, 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 voor jou zeker. Ja. Hallo, oude spa. Die is van 57. Oh ja, die is er. Die draait 60. Ja. Dus die is er straks aan toe. Ja. Maar onkruid vergaat niet, zeg ik zo vaak. Nee, dat is wel zo. Daar zit je nog wel in mijn vaart, ben ik bang. Ja. Maar je gaat het echt helemaal overnemen. Ja, dat is de bedoeling. Ja, zeker. Samen met mijn vriendin. Leuk hoor. En heeft het de toekomst? Kijken? Ja, zeker. Waarom denk je dat zo stellig? Nou, natuurlijk. Je moet ook kansen zien, zo is het natuurlijk. Ja. En dat is gewoon een groeiende markt, gezonde markt. En dat blijven we gewoon voortzetten, zeg maar. Ik heb er veel geloof in, zeg maar, dat het altijd goed komt. Ja. Jullie hebben veel geiten, 1500? Ja, nog niet. Ja, met alles, al met al, dan komen we kleine, kleine lammetjes en alles. Ja. We zitten bijna 1500. Is het lammertijd nu? Ja. Ja. Mooie tijd. We heuven de naam al wel. Ja. Hey, succes hè? Hey, bedankt. Mooi. Hoi. Hoi Annie. Dus de zoon wordt gewoon dan. Ja? Straks. Is zo? Ja. Ja, als hij wil wel. Hij wil wel. Hij wil, hij zal ook wel maken, denk ik. Ja. Als ik sta, maar hij wel. Ja, hoe oud is toen nou? 65. Ik ken hem, hè? Deur, hè? Ik, ja, ja, ik word al langer. Ik word maar tot mijn nekterste, denk ik. Ik hoop dat ik zo lang leef, maar. Het is ook mooi. Het ziet er wel nog gezond uit. Ja, maar het is ook niet een drama of zo. Ja. Het is hartstikke mooi. Je kijkt waar je opbouwt hebt en dan moet je van genieten. Dit was allemaal akkerbouw? Ja, waar we nu stonden was allemaal akkerbouw. Toen aan die bolten touw. Ja. Waar die grasbolten door stonden. Maar dit is allemaal akkerbouw hier. Dus dit is, ja, zo langzamerhand hebben we een beetje veranderd. Maar dit is ook nog van die? Ja. Ja. Tot aan de boom? Tot aan de boom touw en tot aan het zware touw, zeg maar. En wat doen door... nou nog met? Hier zo, bij de groene, dat is allemaal gras, hè, grasklover. Dat is allemaal voor mijn geiten. Allemaal voor de geiten? Ja. Dus hoe is een gesloten bedrijf, kun je dat zo zeggen? Ja. We hebben nog niet energie-neutraal, maar voor de rest... Kun je jezelf helemaal redden? Ik kan mezelf helemaal redden, ja. Voor de mest en ook voor de vreten. Ik vind het eigenlijk wel helemaal rond, ja. Ook een beetje de opzet, hè. Je moet een beetje... Ja, dat vind ik toch wel mooi, ja. Je eigen... Eigen vrede verbouwen. Tuurlijk. Wie komt natuurlijk wat krachtvouwer aan, dat natuurlijk nog wel. Maar ja, ook dat kan in de toekomst misschien nog een keer anders worden. Dat betekent, nou, we gaan toch nog meer minder krachtvouwer geven, maar toch nog meer gras of vouwen bieden, of wat ik voorwaar. Ik vind zoveel mogelijk in. Maar iedere keer kleine stapjes dan, hè. Als het hard gaat, dan ben je spoorbiester. Dat moet je ook niet hebben. Nee. Zo de mieter, hè. Wat zegt u? Het is een automatisch vouwensysteem. Die holt zelfs je vreten op. We hebben een keuken, daar staan allemaal verschillende soorten vreten in.
En dan zit natuurlijk tegenwoordig met computers zo zelf een rantsoempje inbrengen. Dus die groep maar dat hem, die groep maar dat hem. Daar rolde hij allemaal een paard op. En als hij niet vouwt, hij is nu aan het vouwen, maar als hij kijkt die andere part, dat is een ander rantsoen. Dus toch gaat hij gewoon langs en dan schoffen de laatste vreten nog een beetje aan. En de mede overloop er nog ligt. En als het beneden bepolde weer is, hoorde meneer vreten nog. Nou, het zijn allemaal witte geiten. Dat is één ras, heb jij? Witte geit? Ja, we hebben ook een paar gekleurde. Ja, zo'n paar gekleurde tussen, man. Ja, over het algemeen, dit is de Nederlandse witte geit, hè. Die stamt af van de Sanengeit uit Zwitserland. En wit, ja, werkt hier het best. Die houdt het langs vol over het algemeen. Hou wel wordt een geit. Ja, totdat het doodgaat natuurlijk. Maar ja, de oudste geit die is denk ik 13, 14 jaar hier. Ze mag niet blijven zolang ze melk geven, zo simpel is het ook. Dat zijn melkgeiten. Het zijn echte melkgeiten, ja. Dit zijn typische melkgeiten. Er is hoog over ogen door die melk op het ogenblik. Hoe komt dat? Ja, mensen komen erachter dat het ten eerste is natuurlijk gewoon lekker, want dat is altijd het belangrijkste. En het is ook hoog gezond. Is het gezonder dan de koeienmelk? Ja, dat wordt beweerd. Waarom dan? Ja, het is veel lichter verteerbaar. En er wordt ook wel gezegd van als je geitenmelk drinkt, heb je minder last van migraine en kopzeer en dat soort dingen. En ja, er zijn toch wel andere dingetjes die zeggen van toch wel. Ja. En het is nou langer daai natuurlijk. Gaat ook... En drinkt u zelf elke dag geitenmelk? Ja, rauw. Rauw? Rauwe melk, ja. Oh ja? Ja, maar dat is het gezondste wat er is. Oh, is dat zo? Ja, maar als je melk komt verhitten, dan mag je alles groeien wat er is, dan mag je dood. Maar is vet, of is nee, het... Nee, dit is ongeveer 5% vet. Dus dat is niet zo... Maar het is wel boenmelk natuurlijk, hè. Als je volle melk uit de winkel koopt, dat is natuurlijk heel andere volle melk als dit. Dit is boerderijmelk. Dit is hartstikke gezond, jong. En hoe melk jij ze? Met melkmachine. Mag ik even zo? Ja. Nou, dit is het. Hier gebeurt het. Twee keer per dag gebeurt dat hier. Wie gewoon. Ik kan aan weerskant kan 60 geiten tegelijk melken. En ik zou jullie vragen, want ze kan daar achterop. Ze is er zo, daar achter het dutje door. Ja? Die doe ik met het knopje en dan gaat hij open. En dat is door achter de bakgroente natuurlijk. Je hebt allemaal groen hier zo in deze stal. Ja? Ja, je hebt zien ransoen en ja, je hebt zien leeftijd en ja, je hebt zien dingetje die groep. Dus die wil nog groter hebben dat ze weer terug gaan gewoon in hun eigen pot. Want de geit die je er verandert door, dat mag niet allemaal weer veranderen. Dus dan mag je zoveel mogelijk zelf wel. Dus door wordt weer per groep, want het is mooi. Nou, dan gaan ze doorheen en dan gaan ze hierin en dan gaan ze aansloepen. De eerste die gaat hierin, die drukt zijn kop de deur zo. En de volgende keer weer ruimte. En die drukt hem hier de deur en die drukt automatisch gaat die klepje open. En zo gaat die hele bal doorheen. Dus druk die normaal gesproken als alle lap je vier op knopje drukt en dan gewoon die klepje zo. Ik zal er even in mijn eigen keer dan. Gewoon die klepjes die gewoon ook. Nou is het alles in een keer, maar normaal is het al even aan. En dan is het gewoon een kwestie van onderhang. Automatisch komt vacuüm natuurlijk op en dan zorgen we voor vast. Nou ja, als de geit uur is, dan vallen die bekers, die valt meer naar beneden en dan gewoon die klepjes weer dicht. Ja. Hoeveel liter hersen op een dag? Op het ogenblik melken we 3400 liter op dag. Jeetje. Ja, en als alles weer uit is, dan die klepjes weer naar beneden. Ja, we hebben hier een knap, en dan komt het allemaal uit. En dan doen ze wat zo, de eerste in de wereld. Nou, en dan springen ze er zo op. Oh, die loopt er al. Dan ga ik mooi gezicht. En geit is niet klemmen, hè? Je bent ook gewoon in blijven stonen en zo. Echt hoor? Echt hoor. Ik ben een geit nu, die zet ze gewoon op. Hoeveel lammetjes kiest u zo per jaar? Ik denk dat er dit jaar hebben we 200 geiten die lammetjes de tweede keer af. Dus er komen ook gemiddeld 500 lammetjes. En dan hebben we ook nog 500 entertjes, die kriegen ook voor de eerste keer lammer. Dus die kriegen, nou ja, sommigen kriegen twee, sommigen aan.
Dus er komen ook 600 lammen van, dus 1000 lammen ongeveer per jaar. Oh. Jeetje. Dat is veel. Ja. Nou, hier voor de monument, maar anders wat te koop voor die dingen. Klaar. Oh. Ah, hoe nou? Dit zijn de eerste bokjes. Dit is natuurlijk, van de bokjes geboren en oortjes, dat is logisch natuurlijk. Ja. En je moet toch een geit die moet melk geven, dus hij zal toch een keer lammetjes hebben, maar anders beginnen niet te melk geven. Dus dan krijg je en oortjes en bokjes. De oortjes die kun je altijd wel gebruiken, maar dat is voor je opvok en voor je vervanging. Dan een half bokjes over, denk ik. En die bokjes, die hadden we over, maar die worden dus wel geboren. In het verleden ging bokjes allemaal door de mesterijen neer. En ja, maar ja, dat is van over, want die bokjes die komen overal weg, van allerlei bedrijven. Dus er waren overal zoutjes erin. En toen is toch wel wat weerstand tegen. En wie hebben toen als biologische sector gezegd, wie wilde zelf onze eigen bokjes weer thuis opmesten. Of afmesten, net als je het zeggen wilde. Dus dat gebeurt nou. En dan is het net in de kwestie van, ze moeten ook weer weg. Je zit ook met een markt, hè? Dat is een aanbod, maar dan moet het een vraag winnen. We hebben de jonge bokjes, die worden dan slacht als een kilo of 10 binnen. Dat zijn de jonge bokjes, dat is ook heel veel vroeger, overal in Boetland. 10 kilo, zegt u? 10 kilo. En is dat dan ongeveer dit? Ja, dat is ongeveer dit, ja. Nou, en dan hebben we ook, proberen we, vooral in Nederland, die afzet te gewoon kringen voor de zwoldere bokken, dan blijven ze gewoon doorgeruiden totdat ze 35 kilo zijn. Nou, dan zijn ze ongeveer 8 maanden of zo, 7-8 maanden. Dus dat is ons doel een beetje als biologische sector, om het zwoldere bok te maken en dat vlees te vermaken. Maar dat is nog niet zo makkelijk, want het is natuurlijk een knetterduur product. Het is een duur product, dus een bokje van 8 maanden. Ja, het is een duur product, ja. En, want je geeft een voer en alles en ja, dat komt op. Het begint ook met biologische melkpoeder, wel al knetterduur is. En nou ja, maar wie hem toch zegt, de sector, wie wil toch hebben dat die bok in goud leven met. Ik bedoel, je kunt ze wel door een mesterij instappen en dat is allemaal, dan zijn ze nog maar net geboren en dan moet ze al vervoerd worden en dat is allemaal stress voor die dagen. Nou, ze worden hier geboren op bedrijven, ze gewoon hier in een hokje, ze ging een biest en ze ging alles wat ze maar nodig hebben. En ze zijn er hartstikke gezond uit. Wie ben er dan pooien mee bezig? Om die markt aan de gang te krijgen, want het is gewoon een duur product en de consument ook, die vindt het allemaal geweldig. Maar het wordt niet kocht, ja, één keer. En dan wordt het duur en dan, ja, dan wordt het. Is geitenvlees duur? Duurder dan gewoon vlees? Ja, maar het is gewoon, er zit weinig of minder vlees aan zo'n dooi. Dus per kilogram slachten is het allemaal duur en kilogram vervoer is duur. En de marges zijn wel allemaal gelijk toe, want de handel die pakt toch zijn marge. Die vindt het allemaal geweldig, maar die man ook vandaan, dat is ook allemaal logisch. En dan hebben we ook een duur product, maar wel een hoog gezond product met een goud verrol erachter. En dat is allemaal nog niet gemakkelijk. Hou alweer zo aan, zo'n klantje. Je kan nog net maar staan. Dat is een klein boekje. Er wordt niet altijd die dikke lammer gewoon. Die is wel al op leeftijd. Die is wel al 2 weken, denk ik. Maar ja, het was moeilijk, maar hij wilde wel wie. Kijk, en Ruud, dan help me mee. Kom op, meel. Hier heb je de wie. Kom, hier is die zweentje. Hupsie. Kom, hier heb je de wie. Hier. Hij vindt hem wel, hè? Zeg, hè? Dan pak hem al. En als ze zijn, dan gaan we weer weg. Soms moet je ze even helpen, hè? Dit zijn de spijntjes. Ja. Kijk, die zit hier binnenin. De spijntjes zit hier binnenin. En dan als ze gewoon spelen is, dan willen ze mijn koor aanverdrinken, maar ze willen allemaal tegelijk drinken natuurlijk. En dan biedt ze op die spenen. Ja, en dan gaat die spenen weer kapot. Maar zo kunnen gewoon dat kopje er mooi in en dan kunnen ze mooi zelf rustig drinken. Dat is veel beter voor die namen. Dan kregen ze veel meer. En anders kregen ze allemaal net niks. En zo kregen ze zaad. Net zoveel als ze hebben willen. Wat vind je toe van de geiten? Nou, hartstikke leuk, hè? Ja? Ja. Goeie keuze best. Ooit. Ja, zet je terug, ja. Ja, je zou ook uit de koud nou en zo. Die hebben de kozen weer gebouwd, dus ja. Of een gezin. Het hele gezin. Dus ben je nog steeds bieden mensen? Ja. Maar vind je het ook lekker, geitenmelk? Geitenmelk vind ik heel lekker. En geitenvlees? Ja, gaat wel. Gaat wel? Nooit zo? Nee, maar dan moet je. Dan moet je van oom. Ja, dan moet je van oom. Ja. Ja, dat is goed zo. En was een goudkind kloorman. Oh, dat is het. En wist je een beetje een keukenprinses? Een beetje.
Oh, dus hoe kent dat wel? Jawel. Het is wel schattig, hè? Die klantjes zijn wel helemaal schitterend. Ja, dat is ook wel mooi. Hier is de jongvis al. Als ze door van ons wegkomen en dan van de melk af binnen, dan komen ze hier. Oh, en hier begint aan het echte, gaan ze aan het echte voeren ook ja, meteen? Ja, dit is andere werk. Hè. Dit is de voorbereiding op het grote werk. Ja. Wat voor ze zelf dan nog in? Ja, dit zijn speciale kruin. Je moet proberen nog altijd wat kruiden in ons gras aan te krijgen, maar er zit nooit alle kruiden in. Nee. Dus we hebben nu een product, even van, er zit, ja, die man die dreugt heel veel kruiden in zit erin en dan geven we dan aan die groep die nou net aflammert, of aflammert is. En dan is ter ondersteuning van alles en dan heeft veel minder problemen met bijvoorbeeld baarmoederontsteking of zo, eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk homeopathisch? Dat is allemaal homeopathisch, ja. Zo maar, dan ben je begin. Op dat bord of vuur, dus soort, dat je altijd mag komen kijken. Ja, door een... Waar doe je dat, hè? Nou ja, we hebben het ten eerste hebben we verkozen dat we een open bedrijf hebben. Maar we willen niet hebben dat mensen om ons afloopen. Dus we hebben die dingen van, hou even daar even. Dus we hebben gezorgd dat er een bordes is. En dat mensen gewoon door vrij inlopen kunnen. Even de bomen in en dan kunnen ze zo even kijken wat er al met die geiten gebeurt. Ze kunnen de automatische vouweninstallaties zijn, ze kunnen alles zijn. Ze kunnen de melkerij kunnen zijn. Kijk, en als je nou ooit in de buurt van Sellingen bent. Dan kun je zo even bij de familie aan. En dan kun je even geitjes kijken. Dan ga je naar de stal. Kijk, dit is de trap. Dan ga je hier de trap op. Ik denk dan niet dat je de enige bent. Er zijn heel veel mensen die dit doen. Kijk. En dan loop je het bordes op. En dan kun je van boven af. De hele stal zien. Dat is toch geweldig? Zo weer nagedacht. Leuk, hè? En goed melk geven vandaag, hè? Piedeboer wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam, Abiant, Boerderijwinkel Dallinga en John Breider Landbouwmechanisatie.